West-Friesland. Wij litten daarin elke week een reportage zien uit het verliezen tussen jongetje 64 en 2003 uit het programma Van Gewest tot Gewest. Heel lang wie redacteur bij Van Gewest tot Gewest, Johan van der Zee, dus zitten we aan zien keukentafel om eens waarom te zien daarop. Begin Johan, noem een reportage uit jongetje 64, Wees wijs met de Waddenzee. Wist het nog, de opkomst van de watervereniging? Jazeker, ja. Ja, die is in hetzelfde hier is die opgericht als Van Gewest tot Gewest boeren. Ja. In 1964. Dat doet de plan er weer om Dam naar Ameland om te lezen. En door de Waddenvereniging is opgericht. Ja. En net daarom is Van Gewest tot Gewest opgericht. Maar wel in hetzelfde hier. En in Jontje Fjouweren Santer weer het hardst zien hier Waddenvereniging. Dat weer wat in Eindhoven aan de TH. En dat weer voor mij de onderleerling om dus een lang programma over alles wat de watervereniging of wat het waard aangeeft te maken zien. Want dat weer misschien wel goed, want de Waddenvereniging wie iets van, nou ja, daar wien je lid van. En als de Waddenvereniging ergens zin wie je, dan wien je misschien al een 30 op zin. Ja, daar wien je op zin. Zij zo'n 8000 mensen die wien daar gewoon op zin. Ja. Maar dit vier wat meer het werk wat er bij de Waddenzee wie de bedreiging. De bedreiging. Dat joeg het wat beter om natuurlijk. Ja. Het ging vooral om de bedreigingen doen. En we hadden er dagen om filmen. En op een bepaald moment kwam een mansje in, een visker uit Haas, Scheffer heette. En die wie bij Koehol hadden filmen. En daar roende het water op. En die man vertelde een fantastisch verhaal. Die zei, nou, als je mij vraagt, dan gaat de Noordzee erop aan. En toen hebben we een heel soort oren dingen hebben voortgegooid. Want die man, ja, die had een vrij grote rol in de hele reportage spelen. En wij hingen al een heel soort gilden van het wat. Die hadden erbij broek. We hadden in Eindhoven geweest. En het is een lange reportage over de bedreigingen van het wat worden. Verschillende zin.
Iedere universiteit in Nederland heeft een studium generale. En het studium generale is een organisatie binnen het instituut. En daar kunnen activiteiten ontplooid worden. Educatieve activiteiten die nog niet in het studieprogramma vallen. Hoe is dat Waddengebied daar uitgerold? Nou, dat gaat zo. De studenten, en dat ambieert de studium generale erg, komen met voorstellen op een bepaald moment om een bepaald onderwerp aan de orde te stellen. In dit geval was dat het Waddengebied, omdat het erg actueel aan het worden is. En bovendien, de man die het voorstelde, komt uit dat gebied. En dat is Klaas. En waarom het Waddengebied? Nou, voor mij persoonlijk komt het erop neer dat er eigenlijk twee redenen zijn voor het Waddengebied. Ten eerste omdat ik emotioneel gewoon echt betrokken ben bij dat gebied. Ik vind het gewoon ontzettend mooi daar. Ik ben ook alle eilanden, heb ik al een keer gehad, ben ik een keer geweest. En ten tweede omdat ik natuurbehoud in het algemeen gewoon een erg belangrijke zaak vind. Waar ik gewoon nodig vind dat er veel aan gedaan wordt en veel in voorgeeft wordt. En hoe zit het met die betrokkenheid? Wordt die sterker naarmate je er langer mee bezig bent? Ja, je wordt zelfs veel sterker. Ook als je, terwijl je hiermee bezig bent, dan lees je er veel meer over en zo. En dan word je veel fanatieker eigenlijk dan. Word je een soort actiegroep terwijl je er mee bezig bent? Nou, dat hebben wij ons... Dat mag je niet stellen natuurlijk. Nee, dat hebben wij ons van tevoren gerealiseerd dat we dat niet moesten worden. Want die is er namelijk al. Wij wouden een algemene voorlichting geven. En voornamelijk in het zuiden, omdat dat, dachten wij, nodig was. En in het noorden weten we gewoon al veel meer van die zaak. En hier niet zoveel. Wat willen jullie laten zien op die expositie? Wat wil je laten horen in die lezing? Nou, wat Klaas net zegt, het komt tot uiting in die tentoonstelling. De mensen in het noorden die weten het voor een gedeelte wel zo'n beetje hoe het eruit ziet daar. Maar in de rest van Nederland nog niet zo erg. En daarom begint deze tentoonstelling met een overzicht over wat het gebied eigenlijk te bieden heeft. Aan natuur schoon en aan landschappelijk schoon, flora, fauna. En pas dan beginnen we te kijken naar op welke manier het aangetast wordt. En dat doen we dus onder andere met informatie die we hebben gekregen van de Waddenzeevereniging. Maar om het wat algemeen en wat zoveel mogelijk in het midden en objectief te houden, zeg maar, hebben we toch ook wel informatie erin verwerkt die we hebben gekregen van de NAM en van de Defensie en zo. Als je het mij vraagt, dacht ik, als het zo blijft, dat de Noordzee er ook nog aan gaat. Er komen ook al verschillende klachten vandaan. Maar u ziet het, dat hele wat hier, geen leven meer. Je moet het water zien. Het is gewoon grijs. De vooruitgang is niet te keren, hè? Maar de mensen die moesten toch wel zo wijs zijn om zoveel mogelijk troep niet zomaar weg te gooien. Want ga maar eens op een postboot zitten, dan zeggen ze wel ja, dat gooien ze allemaal in maanden. Maar je moet maar eens zien wat er dan nog in de zee drijft en wat ik dan in de fuiken heb. Die fuiken die staan dag en nacht, die vangen alles op, is niet zo? Nou, en dan honderden van die bekertjes. Een last om die uit de fuiken te krijgen. Maar ja, het is gemakkelijk, hè? Het is groot genoeg, dat water. Gooi maar in. We'll be right back.
jullie nog wel eens zeehonden? Nou, ik heb de laatste paar jaar heb ik ze niet gezien. Ik heb voor, dat is nou 3 jaar geleden, heb ik nog eens een in een fuik gehad. En die was geringd. Die heb ik dus opgestuurd. Maar ik weet niet wat er met het beest aan de hand was, want dat hebben ze me niet geschreven. Ik heb die huid wel weer teruggekregen van het zeehondje. Wij gingen als jongens van 12 tot 13 jaar, meestentijds hier naartoe om zeepieren te steken. Dan vond je dan nog van die pissers zijn we dan. Van al die soort schelpdieren vond je dan nog in het zand. En van dat kleine organisme, hè, wat dan weer diende voor de vogels. Maar u ziet het zelf, hier is niks te zien, geen vogel meer. Het is gewoon allemaal drek en nog eens drek. Probeert u wat het dus? Niet. Kijk, dan moet je eens kijken. Dat hoort bruin te wezen. Het is gewoon blauw. En het is niet te ruiken, zo stinkt het. En dat is in de loop van de jaren is dat gekomen. Door al maar steeds die vervuiling op het wat. Dat blijft een poosje drijven en dan gaat het zinken. Als u nou bij het green komt en bij de ballastplaat, daar gaat het nog, daar is de grond, de bodem, is er nog goed hard. Daar zit nog veel leven in de grond. Als u de steltlopers hebt ook, die kunnen een kostje daar nog wel op scharrelen. Maar u ziet het zelf. Ziet u nou een steltloper? Tot die beesten toe zakken nog in de prut weg. Ja, je ziet wel andere vogels, hè? Ja, die zijn er genoeg. Dat zijn ook vervuilers. Kijk, dat beest dat is doodgegaan van de stookolie. Moet je eens kijken. Dat kan je al heel zo bezool niet, niks meer mee doen. Dat is allemaal aan elkaar gekleefd. Hier hebt u, kijk, dat is één koek. Dat beest dat verbrandt gewoon van binnen. Hè? En ook ken je die veren, die kan je niet meer schoonhouden. Dat water trekt naar binnen, hij krijgt longontsteken. En tijd van de dag is hij dood. Bent u hier in Moddergat nu wel eens bang voor de Waddenzee? Voor de Waddenzee? Hoe doet u? Bent u wel eens bang dat het verkeerd zal gaan, dat hij over de dijk heen zal komen? De Waddenzee niet, maar het water wel. Ik heb er 6 keer overheen gegaan, over deze dijk. En de laatste keer was het slimste. Dus ik vind het beslist noodzakelijk dat er dijk verzwaard wordt. Kun je het zien? Dit is nog nooit zo afgeslagen. Het gras gaat eraf. Ja, er staat een zodoop van 6-7 centimeter die ligt helemaal af. Hebt u nou het idee dat de mensen hier wel eens niet zo rustig slapen als het hard waait? Nou, kijk eens. Zo slim is het nog niet, geloof ik. Maar de lui daar wat zuidelijker op, die zijn er nog banger voor dan wij hier tegen de dijk. Want als het kwam,
wil ik maar zeggen, hier komt een gat in de dijk. En wij gingen daar op de dijk staan, hebben we niks te, dan stonden we droog. Maar als je nou in Dokkum woont, dan kreeg je het water wel. Vindt u dat het achteruit gaat? Nee, absoluut niet. Toch wordt daar veel over gesproken. Hè? Ja, dat zijn lui die hebben er helemaal geen verstand van. Wil ik je wel even zeggen. Hoe bedoelt u dat? Nou, wat gaat nu achteruit? Wou ik van die lui wel eens weten wat er nu achteruit gaat. Er gaat niks achteruit. De waterkwaliteit ook niet? Nee. Want ik heb een keer met een visser gesproken die zei... Er leeft niks meer. Dat was dan in de buurt van Harding. Kijk eens, de zaak wordt wel doodgevist. Door de vissers zelf, hoor. Want dat heb ik zo strak ook al gezegd. Ik ben een liefhebber van vissen en ik ging ook wat aan boord vissen. En de laatste jaren wat kunnen we hier ook geen vangen. Maar ik breng het enkel op die boerderij van de gasboerderij en zo. En olieboerderij. En dat moet niet? Nou, kijk eens, dan schieten ze van die dingen in de grond en dan ben je de grond te trillen. En dan wordt een boot in een schaar, die zwemt altijd op de grond. Die krijgt er schrik van natuurlijk. Hè? Aardgaswinning in het Waddengebied worden steeds meer verbonden met de energiecrisis. Wordt het voor de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee niet moeilijk om nu steeds te zeggen dat mag daar niet? Nee, integendeel, het wordt er makkelijker door. Want juist door die energiecrisis kun je stellen dat we heel erg zuinig met onze energie moeten zijn. En de energie onder het Waddengebied is daar een onderdeel van. Die zitten onder gebieden waar je erg voorzichtig en zuinig mee moet zijn. Dus juist die energie komt pas in laatste instantie in aanmerking om te worden gewonnen. En als je dan in de krant leest dat er van Ameland 1 miljoen kubieke meter gas per dag gewonnen zou kunnen worden, krijg je dan niet een beetje het gevoel van, nou dat moeten we maar gauw pakken, want dan hebben we weer wat? Nou nee, dat gevoel zou je kunnen krijgen, maar dat is te wijten aan een mystificatie. Want als er staat dat het 1 miljoen kubieke meter is, en je zou dat gaan omrekenen in de juiste grootheden, dan zie je dat het gaat om een totaal van zeg 7 miljard kubieke meter. En dat is heel weinig relatief gezien. Het behoort tot de kleinste aardgasvoorkomens in Nederland. Hoe groot is die van Slochteren bijvoorbeeld? Nou, die van Slochteren is 2100 miljard kubieke meter. En onder het continentale plat bijvoorbeeld, daar zit zeg zo'n 600 miljard kubieke meter. Dus dan ziet u wel dat 7 miljard kubieke meter maar een heel klein beetje is. Nou, ik kan niet zo goed rekenen, maar enkel het geluk van de mensen, hè, dat is met geld niet te betalen. De eis van natuurbehoud, van milieubescherming, is dringend nodig. Maar zij dwingt tot aanvaarden van enkele gevolgen die minder prettig zijn. In de eerste plaats gaat het om het aantal mensen. Ieder mens heeft plaats, heeft ruimte nodig. De offers zullen moeten komen van de beter betaalden, van hen ook, die de noodzaak van die milieubescherming het best begrijpen. Natuurbehoud betekent de noodzaak van een nivellering van inkomens ten nadele van u en mij, die qua inkomen tot de bevoorrechten behoren of bij een aantal van u zullen gaan behoren. En ik zou de tentoonstelling nog meer hebben gewaardeerd als ze ook op deze onvermijdelijke consequenties van de natuurbescherming het licht zouden hebben laten vallen.
De eerste keer hoe die visker, die vonden, zei is, hoe vind je die? Nou, de wie hier, die staat met die man praten. Ja, ja. En dat, ik denk dat ze dat bij de Waddenvereniging zijn. Hè? Ik ben heel van Naim Taghi en waar op praat dat we bij Koegel dat hij wil visken, dat we daar opname maatjes doen. Ja, ja, maar gong dat altijd zo dat je hem onderwijs wil wat zien kan, of je hem zijn al je plan? Nou, dat weer wel plant, ja, ja. Van tevoren. Ja. Wel, ja, er is in die periode maak ik me één keer in de drie weken ook een reportage. Dus de eerste tijd om van tevoren iedereen op te zieken. Ja, dat betekent bijvoorbeeld als de productie eigenlijk zelf hier is van die opname. Maar we dienen dus alles zelf. Ja, ja. He, de maken de afspraken, de maken ze het draaiboek, de vraagpartijen, in oorlog is met de cameraman, de shots bepalen. De montage doen, muziek uitzichtje en de teksten beschrijven en ik nog lezen. Ja. Dat is ideaal eigenlijk. Dat, jawel, maar dat het dan rijden, dan is er een hele dag achter. Ja, nou ja, daar vond ik wel wat op. Ja, ja, ja. En dan maar een extra draaidag, dat koer doe ik nog. Ja. En we koest vleren, waar dus Bob de Wadden zei, ja, we flying. En dat konden we nog betellen. En dat maakt het weer mooi, zeg maar. Ja, ja. Wie je nou eigenlijk een oorzitter aan de meesting van, je mag ik maar lid worden van die Waddenvereniging, want dat is beter voor de Waddenzee? Nou, dat ik voel dat zelf wel, maar dat komt net uit de reportage. Dus. Nee. Okay. Dames en heren, de Wadden, een jongetje in 64. We zijn er dag en week weer met het programma Gewest Friesland.